Democratie in alle staten. Dat is de naam van de expositie die vandaag geopend werd. In de Statenzaal in de Diezenstraat in Zwolle. Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, opende hem weer. Oud Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet hield een betoog om de betrokkenheid bij de politiek te vergroten. Nou, ik vind het ontzettend belangrijk dat het gebeurt. Ik hoop dat alle provincies dat gaan doen. Het is heel belangrijk om in zo'n verkiezingsjaar ook mensen mee een beetje de diepte in te nemen. Van waar gaat het nou eigenlijk over? Wat kun je doen? Hoe kom je tot een beslissing? Buitengewoon belangrijk. Het gaat over democratie. En we vertellen dit dan hoe democratie tot stand is gekomen en hoe het werkt. En we willen mensen eigenlijk meenemen ook in die keuzes. Ja, er zijn een aantal mensen die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Ik vind dat een grote opdracht voor de politieke partijen om mensen zodanig aan te spreken dat ze zich serieus genomen voelen en ook uitgenodigd om mee te doen. Op dit moment zijn er maar 15.000 mensen echt actief in de politiek. Dat is echt een beetje te weinig. Dus vroeger had je allerlei mogelijkheden voor mensen om zich met de politiek te bemoeien. Nu vind ik het aantal mensen wat zich actief bemoeit wat te klein. En ik zou hopen dat door zo'n groep van 1000 burgers die uitgeloot wordt en die ook mee moeten doen, dat de betrokkenheid bij politiek groter wordt. Wilden we heel graag een expositie doen over de historie van dit pand en ook met de functie daarvan. En dat heeft natuurlijk te maken met dat het oude provinciehuis is en dat hier natuurlijk allerlei besluiten werden genomen. Dat het te doen is en ook dat je het idee hebt dat je er iets zelf mee kan. Dus vandaar al die vormen en die beelden en die interactie. Dat je, en net als in een stemhokje, ook iets kan achterlaten van wat jij belangrijk vindt.